Ik zit hier een samenwerking te editen en ik heb haast, want ik moet hem nu sturen, maar oh, ik krijg meteen buikpijn. Ik krijg dus nu bericht dat er een zorgmail is. Maar ik weet dat sommigen gebeld werden, dus ik ben nu heel erg bang dat er iets mis is. Oh, ik krijg mijn darmen en mijn zenuwen. Ik word helemaal gek. Eigenlijk dacht ik, mag niet kijken, want ik moet nu dit afmaken. Ik moest het echt... Alles was goed. Ah! Oh! Ah! Mijn vriendin is ook vannacht bevallen en ik moest ook huilen. Ik ben gewoon heel emo, denk ik. Wow, huilen had ik echt niet verwacht. Ik vond het eigenlijk heel spannend. Wow. Weet je dat ik het zo spannend vond? Dat was nog 13 weken echo, maar ik weet echt niet dat ik het zo spannend vond. Ik denk dat het ook hormonen zijn misschien, want ik ben wel heel overdreven nu. Jezus, Charlotte, doe even normaal. Ik heb ook zo erg het gevoel dat alles goed zit, maar ja, je mag er natuurlijk niet op van uitgaan. Hey, dan. Hey, mam. Hi. Alles is goed van de nips. Ik moest echt heel hard huilen, want ik vond het heel spannend. Ik wist niet dat ik het zo spannend vond. Was ik zo bang dat er iets niet goed was? Nee, ik probeerde er niet aan te denken, maar blijkbaar was ik dus heel bang, want ik moest echt zo hard huilen. Jezus. Ach, kind toch. Dit is, even kijken, geen Down, geen Edwards en geen Patuus, dus de ergste dingen. Maar ik heb op alles laten onderzoeken, dus ik neem aan dat, ik weet niet, en de nevenbevindingen, ja, dus dat is denk ik ook die andere dingen. Want ik weet nog toen Olivier die getest op zijn ogen, dat ze zeiden van willen jullie elke dag weten wat wij dan al weten? Want die ogen, ik moet echt de was ophangen, maar ik moet zo naar de cellen. Die zitten in de hersenen en dat duurde echt na 3 weken of zo voordat ze echt bij het stukje oog waren. Dus ik zeg ja, vertel maar gewoon elke dag als je wat weet. Dus de eerste dag, ja het is niet jongen. De tweede dag heeft geen oog, de derde dag heeft geen oog. Ja. Vierde dag heeft geen syndroom van Down. Vijfde dag heeft geen hazenlicht. Ik had echt iets van, het ging maar door. Wat kan jij nou wel niet hebben? Nou ja, ik weet, volgens mij is dit alleen nog op die 3 ergste dingen. Dat weet ik even niet. Ik heb wel alles laten testen, maar misschien krijg ik dat nog. Maar dit is in ieder geval echt de dingen die gewoon echt het leven gewoon heel erg zwaar maken. Of dat je kind doodgeboren wordt. Dus... Oh. Nee, ik ook niet. Ik heb gewoon het gevoel dat er niks fout gaat, maar het is alsnog blijkbaar zo spannend. En ik heb natuurlijk dan maandag over een week nog alsnog die lichamelijke afwijkingen echo. En ik heb ook het gevoel dat er niks mis is, maar het is toch wel onderbewust blijkbaar heel spannend. Ja. Ah. Ik ben heel blij voor je, lieve. Dat het gewoon dat het een gezonde vrouw en een mooie baby wordt. Ja. Ik weet zeker als het een jongen is, dat het ook geweldig wordt. Ja, ik denk dat het een jongen is en het lijkt me ook hartstikke leuk. Ja joh, het is zo lief een jongetje. Maar je hebt, weet je, moeders en zonen. Weet het, ja. Dat zijn echt de beste relaties. Ja, het is gewoon heel sterk. Ik wil graag een meisje, maar hoe leuk dat hij juist ook een jongetje heeft. Want hij heeft al een meisje. Ja, en als het een mini-heel wordt, dan is het echt een topkind. Nee, er staat ook nog, er zijn geen nevenbevindingen, dus andere afwijkingen te melden. Er is geen vervolgonderzoek nodig. Oh, dat is ook de andere dingen. Vroeger kon je dit alleen maar met vruchtwaterpunctie. Ja. Nu met 8 buisjes bloed, hè? 8. Ja, maar toch. Eerst kon je dingen alleen met sommige dingen met een vlokkentest. Maar die test die we met Olivier deden, een vruchtwaterpunctie waarbij je ook altijd dat je kind verliest. Ja, het is bizar. Dat is heel, is eigenlijk heel gevaarlijk. Hi jongens. Misschien wel leuk om er even wat te filmen. Want aan het begin filmde ik vet veel updates. En dat heb ik eigenlijk nu al een tijdje niet gedaan. Alleen belangrijke dingen. Maar ik ben nu 12 plus 4. Het is dus donderdag en maandag hebben we de 13 weken echo. Dus heel spannend. Maar ik wil even een update geven. Over cravings. En over... Ja, ik was echt een beetje ziek geworden. Maar het heeft ook te maken met dat iedereen om me heen ziek is. En ik best wel stressvolle periode op mijn werk heb, denk ik. En natuurlijk zwanger ben. Maar vandaag had ik echt weer dat ik even de deur uitging.
En dat ik weer zo moe was, zo misselijk. Vanochtend geen hap door mijn keel kon krijgen. Echt niks. Ben ik dus naar McDonald's gegaan. Kip nuggets en een McCroket. Heel goor. Maar ik ben nog steeds niet aangekomen. Maar het grappige is, als ik iets ongezonds eet, ja, dan vervangt het mijn normale eten. Totaal niet goed natuurlijk. Maar ik kon gewoon hier thuis niets wegkrijgen. Ik wilde niets anders. Ja, ik heb fruit gegeten, dat wel. En groenten lust ik ook op zich weer. Alleen rugpijn, moe. Maar het is ook, denk ik, een beetje vechten tegen ziek zijn. Ik ben ook 2 dagen ziek geweest van werk zelfs. Heel veel geslapen. Maar ik kon echt eigenlijk heel slecht slapen. Ik heb vannacht maar 5 uur kunnen slapen. Dus ik heb ook iets gekocht wat ik al heel graag wilde. Ik zat nu bij prenatal en babydump dan best wel veel kortingen en zo. Ik laat me niet te erg misleiden dat je denkt, oeh, korting. Maar zo boeiend is het ook weer niet. Ik heb van Little Dutch hele leuke speeldingetjes gekocht die ik echt geweldig vind. Al is het heel erg roze, maar ik vind het ook kunnen voor jongen. Die laat ik later zien, want ik laat het allemaal in de auto liggen. Zodat het in 1 keer naar Zoetermeer kan. Dus als ik het daar ga uitpakken, laat ik het jullie zien. Maar ik heb 1 ding wel mee naar mijn huis genomen. En ik wilde dit al heel lang kopen, maar ik wist steeds niet welk merk. En bla bla. Welke hoes, uitzoekgedoe. En toen zag ik deze. Nu met 20% korting ook bij de Babydump. Ook bij prenatal trouwens in beige. En ik dacht, ik koop hem maar, want ik heb hier echt behoefte aan. Dit is dan de Buddy. En je hebt ook nog een grotere. Die is wat slapper. En iets in mij zei dat ik dat misschien lekkerder vond. Omdat je dat wat meer flexibel kan bewegen. Maar ik las op forum van 24 Baby en zo dat veel deze chill vonden. En die andere hadden ze ook niet in een beige kleur. Dus ik dacht, ik neem deze mee. Ik ga hier vanavond voor het eerst mee slapen. Ik heb er heel veel zin in. En ik ga sowieso heel op de bank liggen. Ik heb zoveel rugpijn. Niet normaal, maar dat heb ik normaal ook wel hoor. Dus ik weet niet of het nou zwangerschap is of niet. Maar het leek me dus even leuk om iets te vertellen over cravings. Ik heb nog geen rare cravings. Heel veel krijgen dat ook niet. Maar ik vond het wel grappig om te zeggen dat eigenlijk er 2 dingen zijn die ik echt elke dag wil. 1, ik noem het taart, maar eigenlijk is het chipolatetaart. Dus gewoon weinig cake. Veel slagroom met vruchtjes en marsepein. Geweldig, kan je eigenlijk alleen bij de bakker krijgen. Dus ik kan het nooit eten. Ik ben het serieus helemaal nog naar een supermarkt, naar Albert Heijn gereden om taart te halen. Maar niks voldoet daaraan waar ik zin in heb. Want dus eigenlijk is het gewoon slagroom. Dus dan heb ik slagroom gekocht. Ja, maar dit is de eerste keer hoor dat ik dit heb gekocht. Maar ik merkte dat ik gewoon dacht dat ik... Er is iets maals in het slagroom. Ik denk ook dat het te maken heeft met een soort zuivel. Maar het is ook wel echt slechte craving hoor. Want ik heb ook echt zin in die taart. Ik had natuurlijk in het begin heel veel zin in yoghurt. Dat is nu weg. En heel veel zin in fruit. En dat was toen een beetje weg. Nu heb ik op zich nog steeds wel zin in fruit. Maar niet meer echt in kiwis. Ik heb nu bijvoorbeeld best wel... Ik vind appeltjes wel lekker. Eerst had ik die groene appels, nu weer normale. Grapefruit vind ik heel lekker. Maar bijvoorbeeld druiven vind ik veel te zoet op het moment. Dus ik had van die cotton sweet druiven. Ik vond het zo vies. En ook die rode vind ik eigenlijk te zoet. Dus meer bijvoorbeeld sinaasappel, grapefruit vind ik echt heerlijk. Dan nog en meloen en gewoon alles. Maar niet echt een craving. Dus de echte craving is chipolata taart. En nog de andere echte craving is dus verse jus. En ik heb nu de sinaasappels besteld en nu 2 dagen zelf geperst, maar wat een werk. Dus ik ging ook lekker naar de Albert Heijn voor taart. En verse jus, het hadden ze alleen maar die mini flesjes, ja, die hoef ik niet. Dus, nou ja, heb ik uiteindelijk bij de Lidl dit. Maar dit is, dit noemen ze verse sap, maar dit is niet, dit is, voldoet niet aan mijn craving. Ik moet echt dus verse sinaasappels op hebben. Moet. Dus dat zijn de echte cravings. En dan iets wat ik de laatste tijd heel lekker vind is hummus met witte puntjes. Ook slecht, ook geen vezels. Iets wat ik normaal nooit eet. Ik heb echt ook me gerealiseerd hoe bizar gezond ik normaal eet. En dat ik eigenlijk echt nooit slechte dingen eet. Heel gek. Het is ook grappig. Ik kom nu dus niet aan, ik val eerder af. Maar veel voedzaam eten heeft natuurlijk ook veel calorieën. En als je dus eet zoals ik nu eet, dan eet je een stuk minder gezond en wel weer minder calorieën. Maar ja, het is niet goed. Maar goed, als je zwanger bent, probeer gewoon alles wat je naar binnen krijgt naar binnen te krijgen als je misselijk bent. Anyhow, ik heb het ook op bruinbrood gedaan hoor. Dus ik heb nu ook bruinbrood gekocht. De witte puntjesfase is al een beetje voorbij. Maar dat was echt mijn craving en dan deed ik er sla op. En dit lust ik zeg maar nog steeds, want ik lust niet zoveel. En mijn nieuwe craving is gewoon smeerkaas. Bruine boterham, smeerkaas, dubbel, hap. Terwijl normaal als ik echt alleen maar... Mooi zuurdees en brood met avocado en dat is echt grappig. Nee, dit vind ik echt heerlijk. Deze heb ik ook voor de 2e keer gekocht. Maar eigenlijk vind ik het niet eens heel lekker. Het is meer dat zure. Ik heb gewoon heel veel behoefte aan zure dingen. Dit brandt je mond gewoon kapot. Het is zo slecht. Ik voel me echt goor als ik het heb gegeten. Maar ik dacht, ik noem hem ook eventjes. Omdat dat is iets wat ik normaal nooit koop. En nu dus net heb gekocht en in de auto heb gegeten. Maar ik word er misselijk van. Ik vind vies Pringles zo'n troep voor je lichaam. Maar goed. Het hoort er een beetje bij. Ik moet nu echt even wat gezonds gaan eten. Ik kan wel bijvoorbeeld gewoon een stuk selderij of paprika eten. Dat lukt hem eerst echt niet. Heel veel dorst. Doodgaan van de dorst trouwens. Ik moet echt meer drinken.
limoen in mijn water was ook iets wat ik heel veel deed. Ik vind het gewoon vies. Ik vind de waterglazen stinken. Mijn neus is sinds vandaag weer heel gevoelig. Kattenbak trok ik weer niet vanochtend. Gewoon vandaag ben ik voor het eerst sinds weken weer heel misselijk de hele dag. Dus helemaal af. Maar misschien komt het dus ook door hem niet lekker slecht slapen. Maar ik dacht, ik deel het even. Anders lijkt het alsof ik me nu weer helemaal goed voel. En dat is dus niet helemaal zo. Ik heb me dus nu best wel lang goed gevoeld. Maar nu is er even minder. Buik is heel dik. Ja, ik heb echt een buik aan het krijgen. En nu ben ik kapot. Dus dat was mijn update. En ik zie jullie dus. Ja, ik denk dit weekend als ik alle spulletjes ga uitpakken en maandag. Bye. Oké, het is tijd om iets te filmen waar ik al vanaf het begin heel veel zin in heb. Namelijk de gratis babydozen. Kijk. Ik heb er inmiddels 4. Oh. Eentje was niet gratis. Dit is de blije doos die je bij Prenatal kan halen. Dit is die van Naïef. Die kan je bij Ethos halen. Die was dus eerst 4,95 en nu 7,95. Ik ben heel benieuwd. Ik wilde hem alsnog hebben. En Kruidvat. En het is nu mijn 29 september. Dus dan weet je een beetje, toen heb ik het dus gehaald. Dus het is niet heel lang. Ja, ik weet niet wanneer jullie dit gaan zien. En Babydump. En ik mag er ook nog één halen bij de Babypark. En ik ben heel benieuwd. Ik dacht ik kan het voor TikTok doen. Maar ik vond het toch leuk om het in deze serie te gaan filmen. Dus ik ga ze met jullie openmaken. Allereerst Babydump. Zijn er trouwens nog meer plekken waar je iets kan halen? Ik weet dat je bij de Zeeman een rompertje kan halen. Dat ga ik ook zeker doen. Maar laat het me weten. En het is toch wel handig om het... Ik dacht eerst, ja, zo laat mogelijk in verband met ruimte. Maar toen dacht ik, toch handig dat je weet wat je al hebt. Want straks ga je het kopen terwijl het niet nodig is. We hebben... Ik ben echt nog onhandiger dan eerst. Babyflesje. Ik ga er niet nu helemaal uitgebreid naar kijken. Want dan wordt deze video dus veel te lang. Dus dat ga ik dan lekker straks zelf doen. Ik heb stiekem al wat TikToks gekeken. Dus sommige dingen herken ik al. Dit zijn drinkbekers. Oh, dit is wel handig. Leuke kleurtjes ook. Met zo'n tuitje eraan. Huh, een babyboek. Een babyboek. Ik heb al een... Oh, het eerste jaar van je baby is een jaar met veel gebeurtenissen. En dit boek kun je alle leuke momenten opschrijven. Oh, dat is wel heel leuk. Ik moet zeggen, ik vind hem zelf niet heel mooi. Ik had hem niet zelf gekocht. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk zonder om dan een ander te gaan kopen. Dus eigenlijk moet ik deze gewoon lekker gaan gebruiken. Dan hebben we nog flexibele lepeltjes. Niet een kleur die ik zelf zou kopen, maar ook niet dat ik denk super lelijk of zo. Gewoon prima. Flexibele lepeltjes. Hallo, het is gratis. Dus super blij mee natuurlijk. Een hangertje. Dit zag ik al. Dit is echt een hele mooie hanger. Maar ik heb natuurlijk al hangertjes in het wit. Maar dit is misschien wel leuk. Want hij is ook rosé goud. Van Puk. Velvet. Om bijvoorbeeld één dingetje ergens aan de muur te hangen ofzo. En een... Ja, deze had ik ook gezien. Deze vind ik echt heel leuk. Kijk. Dit hebben we nog niet. Ik hoorde wel dat overslag veel handiger is qua aan- en uittrekken. Deze heeft geen overslag, maar wel hier knoopjes. En dit is maat 50? 56. 50, 56. Wondertje. Leuk! Oh, ik vind het wel een hele leuke box. Ook sokjes. En er staat op, loop eens binnen. Vind ik heel slim. Leuke marketing. Kleine witte sokjes. Het zijn allemaal spullen die je zeker kan gebruiken. En een speentje. Ik weet dus niet of wij speentjes gaan gebruiken, maar deze vind ik ook mooi. Bips. Kijk. Hartstikke leuk. Nou, dit vind ik tot nu toe al positief. Dit zijn echt wel producten die ik zeker wel wil gebruiken. Als ik iets echt niet mooi vind, ik ben daar echt een aansteller in. Zoals primaire kleuren of zo vind ik echt verschrikkelijk. Maar dit is wel heel chill. En er zit ook een lijstje bij met zo'n uitzetlijst. Dus dat is ook wel heel leuk. Uitzetlijst. Niet uitzetlijst, noem je dit? Wat je nog allemaal nodig hebt. Leuk! Deze, dit was nummer 1. Dan gaan we nu naar die van de blije doos. Volgens mij is die ook heel goed. Alrighty. Leuk! Ik ben ook benieuwd of je veel dubbele dingen hebt of dat ze ook echt rekening met elkaars inhoud houden ofzo. Oh, ik zie al iets heel moois. Namelijk beige sokjes van de Prenatal. Dit vind ik leuk. Volgens mij is het iets wat je ook echt van mensen vaak krijgt. Sokjes en zo, dus die heb ik expres niet gekocht. Maar die zijn heel mooi. Wat chill dat je dit allemaal gratis krijgt. Vind ik wel echt heel tof hoor. Nog een speentje van Difrax. Van een basic. Oh, ook een mooi kleurtje. Oh, dat hier straks babytje aan zabbelt. Ik weet niet of wij... En dan moet ik me nog even in verdiepen hoe we dat gaan doen met speentjes en zo. Volgens mij is het wel heel handig. Ik zie ook van die filmpjes dat mensen uiteindelijk gaatjes erin prikken. Oh ja, dit had ik gezien. Een flesje water voor mommy. Leuk.
Een heel mooi. Oh, Philips Avent. Dit is volgens mij echt een heel fijn merk voor een flesje. Een heel klein flesje. Heel compact en handig ziet dit eruit. Ik heb me hier echt nog totaal niet in verdiept hoor, in dit soort dingen. Maar dit is hem. Volgens mij is dit een hele fijne. Bon bébé. Vanaf 4 maanden. Ik wist niet dat je vanaf 4 maanden dit. Ik dacht pas vanaf 6. Ik kan echt niet wachten op het moment dat je kind eten gewoon kan gaan laten proeven. Lijkt me zo leuk. Dit is heel chill. Een heel klein mini sudocrempje. Perfect voor in de kinderwagen of in je luiertas of weet ik veel. Mini. Echt top allemaal zeg. En dit is ook fantastisch. Namelijk onze eerste luiers. Premium Protection van Pampers. Van nummer 1, 2 tot 5 kilo. 26. Ik hoorde iets over aan het begin. Heb je 20 luiers per dag of zo? Hier doe je 2 dagen mee of dat het? Ik weet het niet. Maar dit zijn onze eerste luiers. Oh mijn god, het is wel heel leuk. Want op deze manier wordt het wel allemaal veel echter hoor. En hier zitten dus heel veel folders in. Reclame, reclame, reclame. Dus waarschijnlijk worden ze gesponsord door die merken of zo om zo'n box te vullen in ruil voor toch reclame. Dus ja, ik ga ze wel even bekijken, die foldersjes. Vind ik wel leuk. Dit is volgens mij een 10 euro bon van de week al. Want ik had het dus stiekem. Ik had die filmpjes kijken en dacht ik, moet ik eigenlijk niet doen. Of dan weet je alles al. Maar wel goed om te weten dat de inhoud dus redelijk hetzelfde is. Korting. Nou, ik shop heel veel bij Weekamp, dus dat vind ik wel handig. En dan was dit al nummer 2. Oh, de bel gaat. Onze gast is er. Ga ik door met filmen? Ga ik niet door met filmen? Ja. Ik wil ook nog wat andere dingen laten zien die ik heb gekocht. Nee, ik stop even. Ga ik straks verder. Oké, half uur later. Ik ben dus heel benieuwd naar deze, omdat ik hier dus ook voor moest betalen. Volgens mij is hij echt van naïef. Hij ruikt echt naar baby. Alles voor de eerste 1000 dagen. Oeh. Ziet er wel heel leuk uit. Maar ik zie ook etels. Oh ja, dit is wel echt een hele mooie. Dat snap ik wel dat je hiervoor moet betalen. Weleda baby shampoo en douchecreme. Nou, dit is wel hartstikke duur. Zinksal van Naïef. Ook super fijn. Heel fijn merk. Allebei trouwens. Hé, hey, dit heb ik wel eens voor mezelf gekocht. Zo'n 6 plus mango peer granola fruit knijpzakje. Nog meer luiers. Dit is in maat 2, 3 tot 6 kilo. 20 stuks. Van de etels. Nou, wat chill dit allemaal. Hele leuke hydrofiele wasstand van Little Dutch. Dat is echt mijn lievelingsmerk trouwens. Van babyspullen. Daar heb ik straks ook nog een shoplogje van. En deze is ook echt heel leuk voor jongetjes. En voor meisjes. Maar ook echt leuk voor ik vind die boerderijdingetjes altijd heel schattig bij jongetjes. Huh? Oh, dit is een soort van genderneutrale muisjes. Ik ken deze helemaal niet. Kijk. Wisten jullie dit? Ik niet. Dus met oranje, paars en wit. Wat grappig. Dit is apart, maar dit is letterlijk hetzelfde speentje als in die andere box. Dezelfde gewoon, precies, van Bips. Ook van Naïef, plastic free wipes. Super handig. En ik vind het ook gewoon fijn dat het echt van een goed, mooi merk is. Want daar hou ik wel echt van. En dan hebben we nog sokjes. Ik hoorde dat het echt veranderd is naar een beetje unisex. En dat het vroeger best wel jonge meisjeachtig was. En dit is nog meer unisex. Al vind ik dit iets leuker voor een jongetje. Maar ik ben ook nog best wel erg jonge meisje, merk ik hoor. Met hoe ik denk. En ik ben allemaal niet helemaal top wat betreft. Alles maakt niet uit voor wie. Ik bedoel, het maakt ook niet uit. Maar ik merk dat ik nog wel snel bij roze denk. Oh, meisjesachtig. En dit vind ik dan meer jongensachtig. Terwijl Lot heeft dit soort dingen heel veel bij haar dochtertje. Dus dat is gewoon nog een beetje mijn brain. Maar dit zijn sokjes voor 6 tot 12 maanden. Zelfs zou ik niet al sokken van 6 tot 12 gaan kopen. Omdat ik dan denk, ja, kost veel ruimte, zeg maar. Maar ze zijn wel leuk en schattig. En dan nog een grappig soort deurhanger met Nidra Nap in Progress. Van laat me met rust. En kom binnen. Wel geinig. Wat is dit? Oh, dit zijn nog van die cadeaukaarten. Van, is dit iets waar je wat van hebt? Podimo. House of Deep Relax. Days and Nights. Ouders van nu. Wel mooie foldertjes, zeg maar. Oh my god, en Charlie Cares. Ik doe even al die folderdingen in 1 doos. Dan kijk ik daar later wel naar. En deze doos is trouwens heel grappig. Want er staat van alles aan de binnenkant. Mijn eerste sneakers, mijn eerste kleurplaat. Kan je denk ik eruit halen. En erop gaan schrijven en bewaren. Maar dat ga ik niet doen. Plak hier jouw geboortekaartje. Heel leuk, maar ik ga dat niet bewaren. Dat vind ik gewoon niet praktisch. Maar wel leuk bedacht. Dan alweer de laatste, jongens. Ik vind het wel echt super leuk. Want voor gratis mag je niet echt wat verwachten, vind ik. Maar leuk. Deze box ziet er dan het minst
mooi uit. Maar ik hoor dat deze qua inhoud echt heel goed is. Daarom wilde ik hem ook echt heel graag. Van de Kruidvat. En deze kun je dus niet zomaar ophalen. Bij die andere moest je het dus online aanvragen en dan kon je gewoon naar de winkel. En hierbij moest je hem echt officieel aanvragen en dan ook zeggen, wil je hem thuis laten verzenden of wil je hem in het filiaal ophalen, dan ook echt in welk filiaal. En dan verstuurt het magazijn denk ik ook echt naar dat specifieke filiaal. Dus je moest, ja, ik hoefde echt maar 1 of 2 dagen te wachten. Er stond dat ik het pas volgende week kon halen, maar het was er gisteren al. Oh my god, er zit zelfs Lego in. Oh, wat je trouwens ook nog gratis kan aanvragen, heb ik ook gedaan, zijn 4 gratis kinderboeken. En je kan ook wachten tot je het geslacht weet, maar ik dacht boeien, dus ik heb... Ik weet niet wat ik heb ingevuld, maar dat is ook wel leuk. Kijk naar dit! Wat schattig! Lego Duplo, My First Dog. Heel leuk. Superleuk. Nooit gezien ook trouwens, dat ergens in zat. Dit had ik wel gezien, dat je dus deze hele tas erbij krijgt. Volgens mij noemen ze het echt een luiertas. Daar zou ik het niet voor gebruiken, maar dit is wel een super handige shopper. Altijd handig dit soort tassen. Ik denk dat ik straks alles even in die tas doe, want we hebben hier nog niet de commode of de kastjes zoals we het willen. Dus dan, ik wil het liefst alles wel lekker gaan organiseren, maar dat kan nog niet. Deze doos zit heel erg vol. Die is dus gewoon gratis. We hebben hier Pampers Aqua doekjes. Oh, wow. Dettol doekjes om gewoon je huis schoon te maken met appelbloesemgeur. Babydoekjes, 72 stuks voor de gevoelige huid. Dit is wel chill. Ik zou dus wel dit ook een beetje op tijd ophalen, zodat je niet dit soort dingen nog gaat kopen. Dus ja, je hebt hier best wel goede voorraad, namelijk ook weer luiers. Newborn, ook nummer 2, 18 stuks van Kruidvat. Ook heel leuk dat je op die manier een beetje de merkjes kunt vergelijken, want ik hoorde dat Kruidvat heel fijn is. En dit, super charming, maar dit ga je ook nodig hebben. Mama Protection kraamverband, ik hoorde al van een vriendin. Dit heb je heel hard nodig. En dit zijn er 12, volgens mij doe je hier echt een dag mee of zo. En natuurlijk ook een beetje van hoe heftig je bevalling was. Hydrosensitive crème douche. Nou, deze kan nu al de douche in. Gewoon lekker ook voor jezelf. En een hele schattige mini zeepvrije wasgel van Zwitser. Nog een snackje vanaf 6 maanden met appel, aardbei, kerst en pruim. Hoe lang is dit trouwens helper? Oh ja, tot 9025. Dus die gaat niet voor ons kindje zijn. Die ga je lekker zelf moeten gebruiken of voor mijn bonusvoeter. En ik zie weer witte soepjes. Deze zijn van 0 tot 6 maanden. Ook met anti-slip. Heel handig bij ons. Ja. Gaat baby op de grond? Aan het begin kruipen? Nee, weet ik even niet. Nog niet, toch? In ieder geval, we hebben een gietvloer, dus anti-slip is heel handig. Er zit nog veel meer in. Dit is een boekje met allemaal korting. Die is volgens mij ook wel heel handig. Daar ga ik zo in kijken. Allemaal kortingsvouchers en echt heel veel. Dus dat is wel praktisch. Dit hebben wij al, maar alsnog, dit komt wel van pas. Het is gewoon een bewaardoosje. Oh, van Tupperware. Dat is ook wel heel mooi. Dat is wel echt een goed merk. Is Tupperware nou failliet of zoiets? Tupperware. Dat zijn altijd wel fijne bakjes. Ja. Nou, toch wel heel handig ook weer. Ik vind dat ze dit goed doen. Dit zag ik al. Ja, dit zou ik gewoon niet zo snel houden. Maar het is wel leuk. Het is zo'n groeikalender. Waarop je de lengte kan bijhouden. Vind de kids wel heel leuk. Dat wel. Ik wil ook een beetje georganiseerd starten natuurlijk. Een haarclip voor me. Super handig. Zwarte haarclipje. Wasgel 2-in-1 voor de haartjes en het huidje met 0% kleurstoffen en mild voor de ogen. Mooi, van Happy Earth een baby en kids shampoo. Mini. Die minis vind ik ook wel leuk, want als je dat niet fijn vindt, ja, dan heb je het in ieder geval wel kunnen proberen. Weet je een beetje of je het prettig vindt. Toch echt top. En nog meer minis zie ik. We hebben sowieso Magnesium Mama en Baby Multi van Luca Vitaal. 5 pilletjes om te testen. iPad masks, heel erg welkom. Moet je eigenlijk bewaren voor na je bevalling. Maar als je echt met, mag ook nu al. Heel leuk. Leuk dat er ook zoveel mama dingetjes in zitten. Dit ook. Want dit is een Q10. 2 maskertjes. En nog wat minietjes. Bepanthen Baby. Baby zelf. Ook gewoon handig om uit te testen of je het fijn vindt. En natuurlijk handig in een luiertas. En een klein peutertandpastaatje. Schattig. En nog een babycream. En ik vind zulke minis wel gewoon heel handig ook voor onderweg. Dus top. Oh, als laatste nog een kleine parodontax. Dit vinden wij best wel fijn. Veel mensen houden niet van parodontax. Snap ik ook wel. Maar dit vinden wij heel prettig. Ideaal voor jezelf. En dit was het. Veel. Als je nu ziet wat hier allemaal ligt, joh. Kijk dan. Hoeveel spullen. En die ene box moest ik dus 8 euro voor betalen. Maar de rest gratis. Nou, ik vind het geweldig. Heel leuk. Oké, dan wil ik nog even wat dingetjes laten zien die ik had gekocht van Little Dutch.
En het is wel allemaal in oud roze, maar dit vind ik voor jongens en meisjes allebei leuk. En het is allemaal van dezelfde serie, maar ik vind dit zo leuk. Al toen mijn vriendinnen baby's kregen, was ik echt obsessed. Deze. Ik vind het echt geweldig. Ik dacht, ik koop het gewoon vast. En ik vind alles met bloemetjes leuk, omdat ik ook bisbloem heet trouwens. Maar deze vind ik echt waanzinnig. Zo lief, zo mooi. En ja, gewoon heel mooi ook. Dat is dit boekje, ook van dezelfde lijn. Deze laat ik nog even dicht. Maar dat is zo'n boekje die je open kan doen. Dit is wel heel roze. Maar ik had deze gevolgd omdat ik hem heel schattig vond. Je had hem ook in groen en andere kleur. Maar ik dacht, als wij dan een jongetje krijgen. Dat horen we volgende week. Dan vond ik dit een leuk cadeautje voor de baby van Hills neef. Want daar hadden we nog geen kraamcadeautje voor gekocht. Dus dat was al mijn gedachte. En deze vind ik ook waanzinnig. Eentje voor... Dit kan je natuurlijk hangen aan de kinderwagen. Je kunt het hangen aan zo'n speel... Hoe noem je dat? Zo'n, weet je wel? Ik kan even niet op het woord komen. Zo'n kleed met zo'n ding erboven waar een baby op ligt en dan kan spelen. Of in de box. Wederom deze lijn. Ja, ik vind het zo mooi. En natuurlijk ook bij een jongetje gewoon nog kunnen. En deze. Dus twee. Van de Nijntje lijn van Little Dutch. Geweldig. Ik dacht, ik koop gewoon nu eventjes wat ik heel leuk vind. En ik vond dit al echt jaren leuk. En als laatste dan ook nog. Deze, daar kan je ook aan trekken. Zo schattig. Maak je me echt heel blij mee. En een vriendin van mij die net bevallen is, had deze. En die zag ik, vond ik heel mooi. En het was allemaal nu trouwens 20% korting. Dus zo'n soort hydrofiele doek, maar dan heel groot. Waar je baby helemaal in kan wikkelen. En deze vind ik echt prachtig. Ik weet, die dingen, die hydrofiele doeken gaan er als gekken doorheen. En je hoeft echt niet allemaal mooie. Maar je wikkel je dan echt je kindje in. Dus vond ik wel heel leuk. Om helemaal mooi met zonnetjes. Dat was het. Ja, superleuk. Oké, en morgen dus 13 weken echo. Ik vind het heel spannend. Ik merk trouwens al dat ik steeds meer gehecht raak aan mijn zwangerschap en de baby. En dat ik net al tegen heel zei, oh stel ons kindje heeft maar één teen of zo. Dat maakt niet uit toch, weet je wel. Dat ik echt van denk, ik wil niet dat er iets mis is met ons kindje. Ik vind het heel spannend. Oh, ik wou naar beneden lopen. Toen dacht ik, hé, dit zou ik jullie ook nog laten zien. Maar haal het al heel schattig op hangertjes gehangen. En toen was ik het vergeten. Dit. Oké, ik laat het wel even snel zien, anders is het misschien een beetje te lang. Dit is nu de stash. Hoe leuk. Maar ik zag deze dus bij de TK Maxx. Obsessed, meegenomen. Super groot trouwens. Heel leuk voor jongens en meisjes. Ik heb nu echt veel van die teddypakken. Maar ja, een kind groeit er zo snel uit dat je denkt, ik heb heel veel. Maar je doet er maar heel kort mee. Ik heb hem dus in zwart-wit gevonden. Dat pakje met die hartjes. Geweldig. TK Maxx. Obsessed. Dit vond ik heel mooi. Minimalistisch. Ook TK Maxx. Allemaal. Ook heel mooi en handig. En dit vind ik wel jongetjesachtig, maar... Kan ook al bij meisje, maar hoe fantastisch is dit setje. Met een broekje erbij van Levi's, ook bij de TK Maxx. En de laatste vond ik niet geweldig, maar vond ik voor 2 euro wel heel praktisch. Zag er heel comfy en schattig en klein uit. Dus die heb ik ook meegenomen. En dit was het. En dit is nu de kast. Ik dacht misschien daaronder nog van... Je hebt online heel veel van die plakhaakjes. Nog zo'n rekje eronder of zo.